Oké, wat zien jullie hier voor mij? Roep maar. Afval, plastic, troep, statiegeld. Oh, heel actueel, jonge dame. Heel goed. Nou, dit is het onderwerp waar ik vandaag over ga praten. Want ik hoor allemaal afval, plastic, troep, maar zo zie ik het niet. Ik zie het als een waardevolle grondstof. Dit is wat ik ervan gemaakt heb. Van een blikje dat hier ligt, of eigenlijk een lipje. Want ja, je kan er gewoon waardevolle dingen van maken. En dat is eigenlijk de boodschap die ik vandaag tegen jullie allemaal wil vertellen. Dus van waardeloos in de berm tot eigenlijk glimmen in de kern. En nu ga ik jullie een verhaal vertellen van hoe mijn passie is ontstaan. Ik maak even een kaarsje aan. Want ja, ik geloof erin dat iedereen iets waardevols kan creëren van iets wat normaal gezien wordt als waardeloos. Een aantal voorbeelden, zoals deze ene prachtige oorbel die ik in heb. Een vaccinelichtje gemaakt van lipjes van blikjes. Als ik het kan, dan kunnen jullie dat allemaal ook. Daar geloof ik in. Want wie heeft er nou niet een surprise gemaakt voor Sinterklaas? Dit lijkt er een beetje op. Mijn verhaal. Ja, ik was 21 jaar en ik ging duiken op het Great Barrier Reef in Australië. En daar vond ik dit dopje. Op de bodem. En toen dacht ik, wat doet dit hier? Dit hoort niet hier. Wie van jullie in de zaal, handen omhoog, ergert zich aan zwerfafval? Zo, heel veel mensen. Meerderheid. Dat klopt ongeveer, want 95% van de mensen ergert zich aan zwerfafval. En omdat jullie hier allemaal daaraan ergeren, vind ik dat jullie er ook allemaal wat aan kunnen doen. Dus van de week raap even iets op, of maak even iets. Voel je vrij. Toen kwam ik terug in Nederland en toen zag ik hier ook het probleem van zwerfafval. Het is een heel zichtbaar visueel probleem. Je ziet het gewoon liggen. En je denkt, dat is niet van mij, dus waarom zou ik het oprapen? Waarom zou je het niet oprapen? Wie van jullie thuis doet er aan plastic afval scheiden? Oh, 50%. Oké. Mooi. Nou, de rest die dat niet doet, super zonde, want kijk wat je ervan kan maken. Dit was ooit... Weet iemand wat dit is? Oh. Zijn jullie creatief, jongens en meisjes. Echt super. Creatieve jongeren in de stad Den Bosch. Nou, daar hou ik van. Kijk wat je ervan kan maken. Weten jullie wat dit is? Ja, heel goed. Een snijplank. Ja, dit is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van een materiaal wat eigenlijk ontzettend duurzaam is. Want plastic, kunststof, vergaat nooit. Het blijft voor altijd in de natuur liggen. Helaas kennen we allemaal de plaatjes van het schildpad met een rietje in zijn neus. Of de vogel met een vleugel in een tray. Ja, die beelden komen allemaal naar boven wanneer je denkt aan plastic in de oceaan, de plastic soep. Ja, en die wordt alleen maar meer. Helaas. En dat frustreert mij ontzettend erg. En daarom wil ik graag een andere boodschap de wereld insturen. Want plastic is een super vormbaar materiaal. Vanaf 100 graden is het al vormbaar in allerlei mogelijkheden, zoals deze snijplank. Dus wanneer het juist wordt ingezameld en niet belandt in het milieu, is het helemaal geen schurk. Helemaal niet. Naast dat ik creaties maak van zwerfafval, doe ik ook nog iets anders. Want Als ik kijk naar mijn kernwaarden, dan is het 1 avontuur, reizen in Australië. Nummer 2, knutselen. Vond ik vroeger al leuk op school, echt. Kan niet stoppen. Daarnaast vind ik iets anders ook heel erg leuk. En ik denk dat jullie het allemaal ook heel erg leuk vinden. Want jullie zijn allemaal jong en je wil wat. En je wil naar feestjes toe. Dan komen we bij het volgende uit. Ik had namelijk iets leuks bedacht. Want ik ben creatief. Koptelefoon opzetten. Oké. Ik hou dus van feestjes. Wat ik doe? Ik ben een betekenisvolle ondernemer en ik organiseer opruimfeestjes. Hoe ziet dat uit? Zo, met een muziekje en een grijper. Zwerfafval opruimen. Dat is mijn bedrijf, About Waste. En daarnaast heb ik nog allemaal andere toffe projecten, zoals een bier op een rijspel. Gemaakt van bierdopjes. Wisten jullie dat glas een smelttemperatuur heeft van 1600 graden? Dat is wel een heel groot verschil met die 100 graden. Een glasoven is namelijk 1 dag glasproductie. Staat gelijk aan de hele stad Den Bosch verwarmen voor 1 jaar. Dus ik wil ook graag het verhaal uit de wereld helpen dat plastic verpakkingen slecht zijn. Nee, zolang ze juist worden ingezameld en gerecycleerd, is het echt een super materiaal. Want ik wil je graag vandaag oproepen om zelf ook eens een keer wat langer na te denken voordat je iets weggooit. Om zelf de waarde in jezelf te vinden van, hé, ik kan wel iets creëren en daar ook heel erg trots op zijn. Want of het nou gezondheid is, of het nou andere waarden zijn die je hebt als mens. Ja, vind ze uit en doe er wat mee. Begin gewoon. Het is echt best makkelijk. Dat was het einde.